Ik voel me nu zo sterk! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario en de 1000 jaar door. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we wat secrets gedaan, hebben we wat sterke badges te pakken gekregen, zijn we Miss Daisy tegengekomen en hebben we een lens voor haar gekocht. En in deze aflevering wil ik eigenlijk een beetje een 2 sidequests. Volgens mij kunnen we die nou doen. Eens even kijken. Ik zie wel Plenty, maar Tasty zie ik nog niet ertussen staan. Volgens mij moeten we daar dan... Play with me, help my daddy, puny elder. Dat is nou niet nodig. Prima, dan gaan we gewoon met storyline bezig. Ik bedoel, er komen namelijk nog een paar quests die dus een karakter unlocken of die iets anders kunnen unlocken. En wat ik in de vorige aflevering heb laten zien, dat is dus bij Miss Tasty, zoals dat ze dus heet. Want je hebt Plenty, maar je hebt dus ook Tasty. En dat was dus dat vrouwke waar we het lens voor nodig hadden. Die is op zich best wel handig. En dat zal ik jullie laten zien waarom dat die handig is. Op het moment dat wij dus daar naar binnen gaan in haar huis, dit is haar huis... Don't worry, ik ga niet nog een keer voicen met haar hoge toad voice accent. Dus, oh, de 60. 60? Is het 60? Ik dacht tasty. Ah, oké. In ieder geval, zij kan dus koken voor je. En zij kan dus bijvoorbeeld, laten we de mushroom eens even proberen te koken. Kijk wat we dan krijgen. Een mushroom die herstelt 5 HP, maar als je dus dingen doet koken... Dan krijgen we de Shulroom vrij en die doet 6 HP herstellen en 2 FP. Waardoor dat dus je mushroom nog sterker wordt. Dit is volledig gratis en kun je dus doen wanneer dat je wil. Dan vraag ik me trouwens af, wat krijgen we van een Slow Shroom? Ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Ja, dit mag wel even geskipt worden. Oké, wat hebben we daarvan gekregen? Shroom Roast. 15 HP en 5 FP. Oké, dan wil ik die andere ook heel eventjes gaan doen. Waarom ook niet? Ik bedoel, serieus, dan hebben we hele goede stuff. Want ja, deze, dat is niet echt zo handig. Dit weer eventjes. En dit is iets minder. Nou ja, maakt niet uit. Toch weer even 5 FP die we dus zo met een item kunnen doen. Nadeel is, die animatie die duurt best wel lang. Dus zelf ben ik er niet echt zo'n hele grote fan van. Goed, in ieder geval, wij moeten dus naar Dom Pieter. Ik zeg gewoon Dom Pieter. Weet ik voor waarom. Maar we willen daar dus naartoe. The boss told me to look at this place. You do anything funny, I'll test you like that. Or that. Nee. Dus we willen heel eventjes gaan babbelen hier. En dit is een beetje de arcade-style plek. Hi. Welcome to the parlor. Hey, hey, you're Mario. Like, the one and only. I know all about you. Rescuing Princess Peach is important work, but even heroes need relaxation. So, what can I show you? Trade and winnings. We hebben nog geen winnings, maar hier kun je dus ook leuke badges krijgen. En zelfs de refund badge, waardoor dat je items kan krijgen als je items... Of muntjes kan krijgen als je items in battle gebruikt. Dus dat is eigenlijk best wel handig. Maar goed, wij moeten informatie zoeken. Psst, hey, this place is run by Don Piana. Die waren we eigenlijk aan het zoeken. Niet Don Pieter, maar Don Piana. You can play fun games in here, one win Piana tokens for free prizes. Yeah, play to win and you can get those prizes. Oké. Checking my scores on this machine after playing my games on my day. Hartstikke leuk. We moeten informatie zoeken over Don. Hey, how you doing? What? Me? I'm top of the world, baby. What's that now? You want to know who to get the members card, do you? Well, let's see. Maybe if you help someone in trouble, they'll give it to you. Oh, moeten we dus toch iemand daar echt gaan doen? Ik geloof dat we ergens een secret to everybody konden horen, maar ik weet niet meer precies hoe en waar dat was. Damn! Ik weet dat dat iets met deze shop had te maken. Hi. Want het was namelijk dat je iets moest kopen. Oh nee, ik weet het alweer. We moeten met iemand praten waar dat we recently achter zijn gekomen. Weten jullie nog die battle die we hebben gehad? Toen ik de scoops eventjes wou laten zien. En die gast die we dus hebben verslagen omdat die vroeg geld. Die heeft een pathway geopend. En die pathway,
Dat is dus handig om juist heel eventjes te doen. Trappen voor iemand anders, dat doen we in een andere aflevering. Dan gaan we gewoon lekker even een paar afleveringen gewoon wat sidequests doen. Maar nu gaan we naar de leukste chapter toe. Dus tenminste, dat is wel de bedoeling. Dus bedoel, waarom ook niet. Dus we willen hier doorheen, hè. En zoals we weten, deze deur die zit op slot. Maar als we hier achterlangs gaan... Flip maar op. Dankjewel. Dan komen we hier bij een zeer speciale kamer. En met die gast willen we babbelen. In ieder geval, volgens mij is dat hier... Nee, oké. Okay. Met deze gast willen we babbelen. Hallo. You want something, champ? This is the fortress of the Robo Thieves. You lost? What business brings a chump like you to a place like this? Say it ain't vacation. What's that? They wanna meet that lying, cheating, stealing, no good jerky for brainstorm piano? Real thieves like us and us poor as dirt, never catching a break because of that guy. Did you come here knowing all that? And you know that scumbag then demands protection money from us too? Yeah? Know all that and you still want us to tell you how to can meet that crump? Fine, Mr. Insensitive Jerk, but it will cost you 64 coins. And no budging on the price, not a single coin. Inside info is pricey. Okay, fine, here, happy geld. You pay, really? Yeah! Yes! I mean, good call. You're a shrewd businessman, 64 coins on the nose. Okay then, clean those ears and listen here. There's a parlor in the west part of town that is run by that worm Don Piana. Go to the storage next to the paler, buy a Tri-Troom and a Dizzy Dale. Make sure you buy them in that order. Tri-Troom, Dizzy Dale. You got that? Tri-Troom, Dizzy Dale. You do that, and the shopkeeper's gonna ask you what your favorite color is. You answer yellow. You got that? Not green, not blue, yellow. You hear me? See, yellow is the password for getting into that Don Scumbag's oh-so-comfy office. You got all that? Ja. Oké, dus we moeten een draaitschroom en een Dizzy Dale kopen. En dan moeten we zeggen dat het geel is. Oké, prima. Waarom ook niet? Oké, nou. Laten we dus maar heel eventjes naar die shop toe gaan. En dat is de secret waar. Dit kost inderdaad 64 muntjes. Maar, wil je de secret weten hoe dat dit jou geen geld kan kosten? Heel erg simpel. Je hebt deze video gekeken. Je weet de paswoord. Want dat is altijd hetzelfde. Je kunt gewoon naar die shop toe gaan zonder dit te hebben gedaan. En voilà. Je hebt toegang. Yay. Like! In ieder geval. Laten we dan maar gewoon naar die shop toe gaan. We maken gewoon niet snel lopen. Daar baal ik eigenlijk best wel van. Dus ik ben onderweg naar die shop. Heb ik jullie al verteld dat ik onderweg naar die shop ben? Ik bedoel, serieus. Onderweg naar die shop. Hallo. Oké, dus we moeten een draaitschroom. Kost ook weer geld. Oh, en we hebben nog niet eens inventory space. Oké, laat ik heel eventjes wat storen. Laten we... Trouwens, we kunnen ook even sellen. I'm here to sell! Mushroom die kan weg, want serieus, we hebben al iets beters dan een mushroom. En volgens mij, ja, een Dizzy Dale, die gaan we nou toch weer kopen. Dus we kunnen net zo goed eentje gaan verkopen. Oké, dus draaitschroom. En een Dizzy Dale. Oké, dan gaat ze dus beginnen. What color is my mustache? My mustache is gewoon zwart. Oh, what's wrong with me? It's not a great question at all. Oké, what is your favorite color? Oké, voor de mensen die Monty Python hebben gezien, die snappen die reference. Hier moesten we dus antwoorden. Nou, mijn favoriete kleur zelf is eigenlijk gedeeld tussen blauw en geel. Ik hou van blauw. Gewoon echt luchtblauw, strak blauw, weet je wel. Van... En geel zelf. Dus ja, Jolteon, Vaporeon. Yay! Jullie zijn allemaal awesome. Ja. Nou, ik heb de password en ja, ik kan dus eventjes babbelen met die mafkees. Waarom ook niet? Ja, ja, wij gaan gewoon lekker verder. Oh, trouwens, dit item is ook wel leuk, maar maakt niet uit. Oh, en daar kun je trouwens ook livestreams halen. Heb ik jullie al verteld dat je het aan het doen? Nee. In ieder geval kunnen we dus hier naar boven toe. En kunnen we dus deze deur door. En dan kunnen we dus praten met de Big Cheese himself. Oh mijn god, nou moet ik proberen dus zo'n maffia-paasstem te gaan doen. Hi. What's with you, white guy?
I'm totally jolly today. If you got a beef, spit it out, quick, or this is gonna hurt. Excuse me! You want me to give you a ticket for the blimp? See now, to me that's funny. You stand-up comedian, no? You are the bee. You got some nerve asking me for that. I am Don Pianta. I make crying babies weep. You wanna run this dum-de-bum on the rail, boss? Look at him! What a rub! You must like pain, funny guy. You just looking for trouble or what? Not so fast, boys. I like this kid Grumpy. He just came to talk, no? That ain't a crime. So, we talk. You boys can wait till we're done before you rough him up. You got that? So I gotta assume you got a reason for wanting a ticket for the blimp. Out with it. What's that? You wanna help some broad what got herself kidnapped? And to rescue this dame, you're out collecting the crystal stars. The crystal stars? Hey boss, ain't those things that legend about the ancient treasure? Finny, you're such a dope. Hey boss, this knucklehead believes in fairy tales. Excuse me, but that's not true. The treasure is real, honestly. Everybody just shut it. I don't care if the treasure is real or not, did you get me? But I tell ya, I can't help but like a guy who wants to rescue some skirt he fell for. I made my decision. You do me a little favor and I get you your blimp ticket. Sounds fair, right? Sure, we can do anything. What is it? It's easy, it's nothing. It's less than nothing. See, the thing is, my own daughter eloped with one of my young associates. They vanished, but it wasn't too long ago that they did. They ought to still be nearby. You gotta find my daughter Francesca and this Frankie and bring them both here. If you are unable to bring them here, then all you gotta do is tell me where they are. Then I shall settle this matter quickly and with what is known as extreme prejustice. Boss, we don't know nothing about this guy. You can't rely on some goofball for this job. Yeah, boss, finish right. Leave it to us to find Francesca. Yeah, it klinkt een beetje als Scrubs. Quiet, you! It's cause you looks can find her that I gotta swallow my pride and ask this guy. I hope you doves ain't making complaints about my decision. You making complaints? No, boss. Whatever you say goes, boss. I didn't know what I was thinking, boss. It won't happen again, boss. You're the boss, boss. Good. I'm glad we're full of understanding for one another. So it's settled, yeah? Find my daughter and her friend, then come see me. Francesca and Frankie look like this. Okay. And just so we're clear here, if you don't find my daughter, your luck might turn terrible. Because I know where your house sleeps. In ieder geval, dat was een hele slechte impersonate. Sorry, mijn excuses. Stoute ik. Ik heb mijn best gedaan. Goed, dus we moeten die chump en die andere chump vinden. En gelukkig weet ik uit mijn hoofd waar dat ze te vinden zijn. We moeten nu gelijk doorlopen naar de harbor. En waar is de harbor? Nou, je bent er begonnen, dus natuurlijk weet je waar de harbor is. Als je niet weet waar de harbor is, echt serieus. Goed. En ik zie op mijn klokje dat ik de snel moet afronden in verband met... Ik moet naar mijn werk. Yay! Dus laten we heel eventjes snel proberen nog die ticket te krijgen voordat ik naar mijn werk toe ga. Want Soms echt, ja. Ik bedoel, ik wou niet alleen maar unboxing video's gaan gooien. Dus ik wou ook weer eigenlijk, Paper Mario laten zien. Dus ik ben zo snel mogelijk weer begonnen met mijn opname. Maar ja, ik heb het zo druk de laatste tijd. Hallo! Hey, pick off, you creep. You want something, or you just like slaying up to people? What? Daddy asked you to find us and take us to him. Frankie, what should we do if Daddy finds us now? Oh, I don't know. And the boat's coming any minute. Dollface, maybe we ought to head back and try to talk to the boss one more time. No, Frankie! Don't say that! Don't you know that what he will do if you do that? Princess, yeah. Baby doll.
If we can't just calm like with the boss, he'll understand. Oh, Frankie, my Frankie, don't you love me? Of course I love you, Silky Cookie. More than anything in the whole world. Then let's go, Frankie. Let's run. To the ends of the earth would we have to go. But, Butterbiscuit, they already found us out. We can't keep running forever. We can, Frankie. The more you try to put out the flames of love, the hotter they burn. Until I marry you, no one will extinguish those flames of passion. No one! Don't you see, mister? I beg you, pretend you never saw us. Can you do that? Nope! What did you just say to me? You terrible, terrible man! Fine, have it your way, but we won't go with you. Never! I won't move from this spot! Nou ja, we weten in ieder geval waar je bent, dus dan laten we maar even klikspijntje zijn en dan ga ik me heel eventjes vertellen. Is er een manier om even sneller te lopen? Kan ik misschien heel eventjes rollskates equippen? Een runbutton misschien? Gewoon ietsy bitsy sneller. What should we do? I mean, I guess we should go tell Madame Pianta something. But I don't want our luck to turn terrible, whatever that means. Koeps, hij was ook al tevreden over als wij zouden vertellen waar dat ze zijn. Dus maak je niet zo zorgen. Wij gaan gewoon die kant op en vertellen gewoon waar dat zou zijn. Probleem opgelost. Serieus. Maak je niet zo druk. Thanks, nou, het is een entlopen. Serieus. Dus 30 minuten filler. Omdat ik heb niks om te vertellen. Dat is best wel vervelend. En zo. Dus. In ieder geval. Hoi. Ik dacht toch echt dat het iets met die shop te maken had. Oh, trouwens, één voordeel. Je hoeft niet elke keer die items te kopen om hier door te mogen. Als je één keer hier doorheen bent gegaan, dan heb je gewoon een free pass voor altijd. Goed. Oh god, dan moet ik het nog een keer gaan doen. Mijn maffiabaas accent is slecht. Oh, look who comes back. The Provedo mustache. You're gonna brighten my mood. So give what you got. You know the whereabouts of these two runaways? Sure do, and I'll tell you. Oh, is that a true fact? Roughport Harbor, eh? Well done. I appreciate the favor you've done for me. I'll prepare your blink tickets. Hey, you two nimrods. The kids are at the harbor. Now go get them. Daddy, wait! Francesca. Boss. Forgive me, boss. I'm sorry. Truly, I am. Frankie, so, back you came head hung low and with your tail between your legs. No, Daddy, don't hurt him! I'm the one who said that we should elope! It was me! But Frankie said no! He said we should come back and talk to you, Daddy! Boss, listen, I don't care what you do to me. I deserve it all for being disloyal. But you gotta forgive her. Forgive your daughter. Boss, that's all I ask. No, Daddy! No, no, no! I'm the bad one! It's my fault! If you're going to punish anyone, punish me! No, boss. It's all on me. It's my responsible. All the blame, right here. Daddy! Boss. Enough! Quiet, both of you. Fazetka, my headstrong daughter, you used up your last favor long ago. And you, Frankie, you were like a son to me. This is how you repay your debt to Don Pianta. I feel such disappointment in you two. It's like a poison shroom in my gut. Daddy! Boss. I don't even want to see your mugs again, you hear me? Get out of my sight, both of you. And I don't care where. Just go. That's what you expected me to say, huh? Well, that's what I'm saying. Go. Do what you want. Even if it means getting married. Oh, Daddy! Dad, no, wait, boss! Thank you so much, Daddy! Thanks for your blessing! Boss, I'll make your daughter a happy woman, I promise you. She'll want for nothing. Enough already! Just go! Go! Francisca, seeing you this happy makes me happy too! Congrats, both of you! Frankie, this is great! It ain't quite what I promised, but hey, things turned out okay, am I right? Goodbye, Daddy. Farewell, and thank you. Ticket, please. You're still here. Well, you found my daughter and got her to come back.
And just look at how things turned out. What a complete another soap opera. But hey, a deal's a deal. You can have your blimp ticket, like I said. And we have the blimp ticket! Who knew? That guy got a smiling ear to ear. She's happy. That's good. Hey, I know you were the right man for the job. Thanks a bunch, Pally. But I don't want to see that gloomy face of you no more. Don't ever come back here. Nou, wat jij wil, jongen. Prima. In ieder geval, ik wil zo snel mogelijk naar een safe block, want we hebben dus de blimpticket. We kunnen dus in de volgende aflevering eindelijk naar de blimdinges toe. En ik moet nu naar mijn werk toe. Dus ik moet zo snel mogelijk gaan opslaan en voorbereiden voor mijn werk. Dus heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Wow, we did it, Mario. We can go to Clitsville. Dankjewel, Koeps, voor dat nog even zo nog een keertje te zeggen. Dat was niet nodig geweest. Maar ja, we kunnen daar inderdaad naartoe en we hebben een e-mail, die ga ik nou niet lezen, dat blijft in de volgende aflevering. Want ik moet afsluiten, dus ik heb het outro al half gedaan, dus ik dank jullie voor het kijken. Hele fijne dag toegewenst en ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien bij de volgende video. Dus, tot dan!